Kenny, de Europese titel, had je dat verwacht? Ik had het wel gehoopt. Ik wist dat het echt een hele zware race zou worden. Ik heb de afgelopen races van de afgelopen 3 maanden liep ik een beetje achter de feiten aan tegen Marcel en tegen Mark. Dus ik wist dat het een hele zware race zou gaan worden. Maar ja, het is op zijn dag als vandaag, het is precies samengevallen. Dus ik had het niet verwacht in die manier, laat ik het zo zeggen. Dus ik had het laatste stuk had ik verwacht dat Marcel en Mark dichterbij zouden komen. Maar die hadden blijkbaar ook moeite met de wind. Want er stond best wel een flink tegenwind in de laatste 200 meter. Maar als je dat van tevoren in je kop hebt zitten en weet dat je door moet rammen, dan kom je er wel. Ja, want echt pas op het laatst dacht jij van, hey, verrek, ik win het hier. Ja, nou ja, wat ik zeg, het is meestal verlies ik het juist op het laatste stuk. En we zijn natuurlijk de laatste 1-2 jaar hard bezig geweest met langere afstanden. Zorgen dat iets conditioneel beter en sterker wordt. En ik denk dat het een van de resultaten is vandaag daarvoor. Dus blij. Goed gevoel, denk ik, ja. Ja, zeker. Ik hoop dat er nog meer gaat komen, maar dit is in ieder geval voor mij geslaagd. Dus, ja. En wat is het dan met jou als met goede wijn? Hoe ouder hoe beter? Nou ja, je begint op een gegeven moment denk ik wel steeds beter in te zien in techniek en waar je op moet letten. En het lukt me nog steeds om de motivatie te vinden om kleine dingen te verbeteren, om grote dingen te verbeteren. Ik hoop dat ik nog eventjes zo door kan blijven gaan en elk jaar een beetje beter. En dan eerst volgende belangrijke stop is dan Rio. En als we op deze manier door blijven gaan, dan hoop ik dat we nog mooiere resultaten kunnen krijgen. Gefeliciteerd, Kenny. Ja, dankjewel.